Het Lalaroukh Museum hield gisteren de lezing Indiase diaspora in het Caribisch gebied, identiteit, integratie en assimilatie. De inleider was spreker Hein Ragoubare, cultureel geograaf en werkzaam als docent migratie diaspora op de faculteit der humaniora aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ragoubare verzorgde op diverse internationale conferenties presentaties over cultuur, erfgoed en plaatsnamen van Suriname. De spreker ging in op de overeenkomsten die de verschillende Caribische landen gemeen hebben. In de meeste landen heeft de Indiase diaspora zich ontwikkeld van contractarbeiders in de landbouw tot een belangrijke gemeenschap in het land met vertegenwoordiging en op invloedrijke posities in de maatschappij. In Suriname is het de Indiase diaspora gelukt om enerzijds te integreren en opnieuw vorm te geven aan haar identiteit in een nieuwe omgeving en anderzijds de eigen culturele en etnische identiteit te behouden, zegt Ragoubare. De mentale programmering, dat is dus binnen het gezin, op school, in culturele organisaties, is dus behouden. En de audiovisuele media speelt daarbij ook een belangrijke rol. De televisie en de radiostation. Een eigen leerschool is opgericht op, voor Hindi, Arabisch, Urdu schrift. Binnen moskee-leerscholen leren de kinderen ook Urdu, Arabisch en Hindi. En religieuze en feestherdenkingsdagen hebben bijgedragen tot behoud van de etnische en culturele identiteit in Suriname. Verder, er zijn 6 radiostations in Suriname en 7 televisiestations die bijdragen tot behoud is van de Suriname, which voor de Hindi-Urdu, maar ook behoud van de etnische en culturele identiteit en veel laten ze zien over Bollywood. Entertainment, film, series of wat dan ook uit India. Daarmee identificeert de diaspora zich in Suriname. Suriname is dus het enigste land in het Caribisch gebied waar 27% dus van de huishoudens het Surinami-Bhojpuri taal spreken. Aldus de cultureel geograaf Hein Ragoubare. Hij was inleider tijdens de lezing Indiase diaspora in het Caribisch gebied. Identiteit, integratie en assimilatie.